hoe heb je dan gekeken naar die uitbarsting van je broer? Ja, maar ja goed, als hij op dat moment vindt dat hij dat moet doen, dan moet hij dat doen. Snapt hij dat idee? Hij nou, ik kan soms wel dingen begrijpen dat je dat doet. Ja, ja. ja. Ik bedoel, maar dat gebeurt intern ook. Ik denk dat die uitbarstingen, die zijn deze is natuurlijk naar buiten toe. Maar die gebeuren wekelijks intern, denk ik ook wel. Ook met andere trainers bij elke club. Ik denk er is altijd een, een gezonde spanning intern, zeg maar, om beter te worden van elkaar. En dit was natuurlijk niet intern, maar ik heb ook wel eens dat ik denk, we hebben het er net over. Oh, een irritante vraag. Ja. ja dat deed de ene keer. Ja, ik, ik, ik... Je probeert altijd rustig te reageren. Ja. En de andere keer denk je van. Uh, uh, dan gaat hij weer. Ik ga we met een blauwe oog weg straks, denk ik. Uh, nee, nee, maar goed. Kijk, als hij op dat moment vindt dat hij dat moet doen, dan moet hij dat doen. Hij heeft daar zijn redenen voor en hij uh, moet daar dagelijks uh, mee dealen en leven. Ja, ik uh, zie dat vanuit, uh, ja, vanuit hier uh, op afstand en dan heb je er een ander gevoel bij. Ja. Bellen jullie dan die avond nog even of die ochtend daarna? Of ik weet niet hoe intensief jullie contact hebben. Nee, goed. Ik was, ik was bij die wedstrijd dus, uh, ja, en ik wel. had. Uh, Um, ik had de, de persconferentie uh, in het stadion gezien. Dus, je zat uh, in de zaal ook echt in de Nee, ik zat niet in de zaal, of? maar ah, okay. ik zat ergens anders in het stadion. Dus uh, toen heb ik het gezien. Toen dacht ik, ah oké. Okay. Niet toen? dat je even, ik loop er even naartoe, en zeg Alfred even rustig. Hezel gezellig. Ja, maar dat ben ik wel ja. benieuwd. wat dacht je toen? Ik dacht van oh shit, hij is boos. Nou, dat ja. wist jij denk ik al een beetje. mag ik hopen. Maar ja, dat is je broer. Dus je had waarschijnlijk al wel een idee dat nee. hij over bepaalde dingen een beetje geïrriteerd was. Nee, natuurlijk, of... hey, je, je weet natuurlijk wel, dat weet hij ook. Ik ben ook wel eens geïrriteerd op dingen en dat. En ja, dat, dat weet je natuurlijk van elkaar. Maar ik wist niet dat hij uh, er wat zo wat van zou zeggen.